Ja, de paas belandt bij een ploeggenoot. Dan schiet hij. Mist op een diemaf. Ja, dit wordt hem. Op de dreef en een schot. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Bloedlink. De verdediger verwerkt de voorzet. Arsenal krijgt een hoekschop. Wat een aanname. En nu kunnen ze counteren. En daar loopt de tegenaanval vast. Ze moeten de bal weer snel zien. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Hij heeft de ruimte. Gevaarlijke aanval. Die paas zorgt voor een bal. Goeie paas. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? En nu doorgaan. Wat een prachtig. De bal belandt bij een medespeler. Grote paniek en weggewerkt uit de achterhoede. Het schot. Gered, maar de bal komt terug. Over achter. Oh, wat mooi is zijn man voorbij. Ramsey. Ja, nu. Ja, nu kan hij de bal voor de goal gooien. Stuit op de verdediging. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Hij heeft... Hij is er bijna. Ja, goed. Oh! Natuurlijk! Een wissel in de ploeg die voorstaat. En zo willen ze uiteraard aan de leiding blijven. Achterhoede in de problemen. Een schot. Niet echt een kansrijke poging. Ja. Ja, dit gaat goed. Blijft gevaarlijk. Hij doet wat hij moet doen. En... Hij is hem kwijt. De bal rolt vrolijk verder. Hij kan de bal rechts kwijt. Blijf kijken. Een slechte... Mooie, mooie. Fantastisch. Santi Cazorla. Aan de paas lag het niet. Die was... Je staat in de weg, scheids. Overtreding tegen Arsenal. Was een kaart hier nou echt nodig? Gibbs. Hij kiest voor een sliding. Overtreding. Blijven de kaarten op zak. Daar krijgt hij een gele kaart voor. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Podolski loopt in de... Juist. Ja, en nu? Dan schiet hij. Bal blijft in het spel. Walcott. Hij laat hem zo uit de dekking draaien. Hij heeft een sterk schot in de benen. Die gaat er niet in. Geen gelijkmaker dus. De scheidsrechter fluit alsnog voor die overtreding en dan geeft hij nog geel ook. Ik dacht dat hij door liet spelen. Schieten, of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Die aanval. Hij speelt de bal goed af. Ja, en nu? Gaat op het doel af. De scheidsrechter fluit voor een strafschop. Heerst genomen hoor. De bal gaat erin. En met dit doelpunt bouwen ze een voorsprong uit. Inworp. Daar komt een dubbele wissel aan. En nu moeten ze counteren. Maar kunnen ze dat ook? Ja, en nu? Wordt dit wat? Stop, tullen ze. Wat een doelpunt. Voorsprong is verder uitgebouwd. Het verschil wordt nu wel erg groot. Ja, ik denk dat de wedstrijd nu wel gespeeld is.
Maar ja, je weet het. Hij is natuurlijk heel goed gereageerd van deze spits. Je moet natuurlijk altijd doorlopen, want de keeper kan de bal loslaten. Dat ziet er wat onnozeltjes uit. Kijk, een dubbele wissel. Hij gooit de bal voor het doel. Hij probeert hem en de bal komt op zijn hoofd terecht. We zijn er klaar voor de hoekschop. Die bal gaat achter, doeltrap. Die paas door Vogelbaan. Probeert het. Ze krijgen een inworp. De wedstrijd zit er bijna op. Wat denk je, lukt het ze om de voorsprong vast te houden? Nou, die anderen beginnen wel heel erg te drukken. Hij breekt door de verdediging. Wordt dit een doelpunt? En die zit. Alsof het nog niet erg genoeg was. Oh, goede bal zeg. Goed afgespeeld die bal hoor. Ja, en nu? Hij is in de 16, wat een kans. Bal kwijt in gevaarlijk gebied. Nu hard, een gevaarlijke situatie. Zo, deze wedstrijd zit in de knip en dat biedt perspectieven voor het tweede deel van de kwartfinale. Ja, laten we niet te vroeg juichen, Evert, want we hebben al vaak genoeg gezien dat er nog van alles kan gebeuren.